Welkom terug bij het stukje over de oefeningen die we deze week gaan maken. De eerste is eigenlijk een herhalingsoefening die jullie zelf eens moeten proberen te maken. Hier staan een aantal stofklassen voorgesteld en jullie moeten hieronder het juiste cijfertje plaatsen bij de juiste letter om te kijken over welke stofklasse het gaat. Ook dit is nog eens een herhaling die je kan maken. Je zelf moet opzoeken wat de namen zijn van die verschillende functionele groepen. Nu, deze is eentje dat we samen zullen maken. Je hebt een kenmerkende geur van citrusvruchten, is afkomstig van limoneen. En die bestaat uit twee moleculen isopreen, wanneer je dat doet. De vraag is, welk type reactie is dit? Dus dan moet kijken. Wel, laten we al eerst beginnen met erbij te zeggen dat deze, met erbij schrijven, de limoneen is, die erbij staat. En dat tweetje dat hier staat, is om voor te stellen dat dit de twee isopreen moleculen zijn waaruit die bestaat. Als je die zo aan elkaar gaat zetten, zonder dat er nog iets afgebroken wordt, dan gaat men hier spreken over een additiereactie in deze context. De volgende oefening gaat over macromoleculen, kijken of die synthetisch zijn of natuurlijk. Dat is ook een beetje algemene en parate kennis die hier getest wordt. Bijvoorbeeld myoglobine als stof. Als er iets staat met globine en dergelijke, zijn heel erg vaak natuurlijke eiwitten, dat is een zuurstofbindende moleculen in de spieren. Een beetje een neefje van hemoglobine, dat jullie misschien al wel kennen van de zuurstofdragende moleculen in bloed. In het geval. Cellulose is ook een natuurlijke macromolecuul. Dat is degene die voornamelijk voorkomt in de celwand. Dus die ben je waarschijnlijk tijdens de les biologie ook al wel eens tegengekomen. Kevlar, dat is iets uiteraard synthetisch. Het is niet zo dat dat aan de Kevlarboom groeit. Polyvinylchloride, kennen jullie veel couranter onder de naam PVC. In dit geval is het uiteraard een synthetische molecuul. En dan een van de grootste moleculen, zo niet de grootste die dat er bestaat. DNA-helix is uiteraard een natuurlijke. Ja, dan zou ik zelf graag hebben dat jullie proberen te maken, en dan krijgen jullie volgende week daar ook feedback over. Oefening 5 en 6, 7, 8, 9 kan je even overslaan, en 11. Die oefeningen mag je maken, daar krijg je nog een feedbackfilmpje over. En dan zou ik graag een herhalingstoets doen op volgende week maandag over dat stukje van de organische chemie. Ja? Dus maak die al even rustig. Mocht ik het nog niet geüpload hebben, stuur dan gerust een berichtje dat je graag hebt dat je die antwoorden nog zou weten. En dan stuur ik die antwoorden sleutel ook nog wel door. Goed? Tot dan!